Hallo Griecofiel, wat leuk dat je geïnteresseerd bent om Grieks te leren. Ik ben Karen de Vries en ik geef al sinds 2002 Griekse taallessen in Epidafros in Griekenland. En vanaf 2015 Griekse taallessen online. Velen gaan al jarenlang naar Griekenland op vakantie en bedenken iedere keer weer dat ze toch eens die Griekse letters willen leren lezen. Maar ze denken dat het moeilijk is of vergeten het weer zodra ze weer thuis zijn. Daarom organiseer ik een challenge op Facebook om in 10 dagen de Griekse woorden te leren en ook op de juiste manier uit te spreken. Het is een challenge, een uitdaging om nu je verlangen waar te maken. Dan kun jij in je komende vakantie alles lezen en ook zelf woorden opzoeken in het woordenboek. Je weet dan hoe je de woorden moet uitspreken en je kunt ze meteen gebruiken als je bijvoorbeeld boodschappen doet of lekker eten wilt bestellen in een restaurant. Velen denken dat het Griekse alfabet zo moeilijk is, maar in feite ken je al twaalf letters van het alfabet. Die letters heb ik in dit plaatje rood gemaakt. In de challenge beginnen we met het lezen van de kleine letters met twaalf gemakkelijke woorden, die heel erg op onze Nederlandse woorden lijken, zoals cafés, wat koffie betekent. Denk maar aan een café waar je koffie drinkt. Het woord café. Lijkt op cafés. Rechtsboven staat het woord geschreven met Griekse letters en linksboven staat het woord fonetisch geschreven. Fonetisch betekent dat je het woord schrijft met onze letters, precies zoals je het uitspreekt. In dit woord zitten de volgende letters. De kappa, die lijkt op onze K. De alfa, die is net als onze A. De phi. Die is bijna hetzelfde als onze F, heeft alleen een grotere krul. De epsilon die is hetzelfde als onze E. En de sigma hetzelfde als onze S. Die vijf letters maken samen het woord kafes. In het Grieks komt er altijd een streepje op de lettergreep die de klemtoon heeft, zoals kafes. Er staat een streepje op de E. Dat is heel gemakkelijk, want dan weet je hoe je het woord moet uitspreken. Zo beginnen we de challenge. Je krijgt dan iedere dag een les om de letters en de uitspraak te oefenen. Reserveer iedere dag een half uurtje, dan kun je de les volgen en na die tien dagen heb je nog tot het eind van de maand de gelegenheid om alle lessen nog net zo vaak te herhalen als je zelf wilt. En aan het eind van de challenge kun je dit lezen: Barbunya lemonata stoforno. Ga jij de uitdaging aan om in 10 dagen Grieks te leren lezen? Je zult er in je komende vakantie veel plezier van hebben. Doe mee en vervul je verlangen. Ga naar de website, lees nog meer over de challenge en schrijf je er meteen in, want dan krijg je ook meteen een e-mail met de link naar de besloten Facebookgroep en kun je alvast met de eerste les vooraf beginnen. Ik hoop je daar te zien en dan help ik jou om Grieks te leren.